Wat er in Amerika is gebeurd. De heer Klaver kan zich dat herinneren. En toen had ik het over de heer Akwasi. En toen zei ik dat de heer Akwasi, die had toen op de Dam, had hij gezegd dat hij als die Zwarte Piet zou tegenkomen, dat hij hem in zijn gezicht zou trappen. Volgens mij is dat een letterlijke citaat. En toen zei de heer Klaver aan de interruptiemicrofoon, ik zie hem nog staan. Ja, maar de heer Akwasi is een woordkunstenaar. En ik zou eigenlijk aan de collega van GroenLinks willen vragen of die nog steeds die mening heeft dat de heer Akwasi vooral een woordkunstenaar is. Ja, en ik zal zeggen waarom. Akwasi strijdt al vele jaren tegen racisme en voor gelijkwaardigheid. En als je kijkt naar wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, dan blinkt dat vaak. Hij heeft ook foute dingen gezegd. Ik ga niet voor alles verantwoordelijkheid nemen van wat hij heeft gedaan. Maar hij heeft ook heel vaak juist de verzoenende toon gekozen. En dan gaat het mis, daar op de Dam. En gelijk zie ik dat de heer Wilders er als de kippen bij is om hem daar weg te zetten. Ja, het is een woordkunstenaar en tegelijkertijd was het fout wat hij daar zei. Inmiddels heeft hij dat ook toegegeven, heeft hij daar zijn excuses voor gemaakt. Dat is meer dan wat u heeft gedaan voor alle uitspraken, waar ik ook van wal. Dus mevrouw de voorzitter, even goed om vast te stellen dat GroenLinks vindt dus een woordkunstenaar. Iemand die zegt dat hij iemand zou willen trainen om Sinterklaas te liquideren. Iemand die zegt dat mensen zouden moeten inrijden op de intocht van Sinterklaas. Iemand die zegt, kan iemand Sinterklaas dit jaar van de boot schieten? Ik leg €500 op zijn hoofd. Iemand die zegt, wat lok ik uit als ik Zwarte Piet vermoord? Iemand die zegt, Zwarte Piet moet dood. Iemand die zegt, gaat iemand nou nog Zwarte Piet neerknallen? Ja. Of wie zit dat? En iemand die zegt, elke dag als ik wachten word, sla ik een kruis en ik zeg, fire, burn, Zwarte Piet. En dat, mevrouw de voorzitter, noemt GroenLinks een woordkunstenaar. En daarvan zegt GroenLinks dat het geweldig is dat die niet wordt vervolgd. Ik neem aan dat nu dan ook de logische consequentie is dat hij deze criminele, extremistische, totale gek, want dat is Akwasi, een totale gestoorde gek. Als je Sinterklaas neer wil schieten, als je mensen wil vermoorden, als je mensen wil laten executeren, dan ben je een crimineel en een totale gestoorde gek. U noemde een woordkunstenaar, zegt meer over u dan over mij, maar vindt u dan ook dat het terecht is dat hij niet wordt vervolgd door het OM? Drie zaken. De heer Klaver. Allereerst, we hadden ooit een traditie om niet mensen aan te vallen hier in de Kamer die zichzelf niet kunnen verdedigen. Was een mooie traditie. Ten tweede, achter deze tweet sta ik natuurlijk niet. Ik vind het walgelijk. Ik heb daar helemaal niks mee. Maar om daarmee iemand weg te zetten, om op basis van deze tweet iemand te definiëren in wat hij is, daar ga ik ook niet in mee. Dus is dat uw antwoord? Is dat het beste wat u in huis heeft? Ik stel een vraag over Marokkanen en die noemen een... Ik was aan de beurt. Is dat wat u in huis heeft? Ik was nog niet klaar. Ik zou drie punten maken. U vroeg ook nog aan mij, dat was misschien wel politiek het meest relevante, of ik blij ben dat hij niet vervolgd wordt. Ik heb daar geen mening over. Ik ga namelijk er niet over of mensen wel of niet vervolgd moeten worden. Dat is een keuze die is aan het OM. En we zouden de verstandig gaan doen hier in de Kamer om daar niet met z'n allen opvattingen over te hebben. Het OM maakt de keuze, gaan we over tot vervolging of niet. Als mensen het er niet mee eens zijn, dan kan je een artikel 12 procedure starten. Is ook niet aan mij. Dus ik heb geen opvatting of hij wel of niet veroordeeld wordt. Of die wel of geen boete krijgt. Dat is aan het OM. En dat, meneer Wilders, is de rechtsstaat. Dat is soms vervelend, want soms zou je ergens over willen uitspreken. Maar als politici doen we dat niet. Dit is precies de discussie. En ook daar heb ik zelf ook grote verhandelingen doorgemaakt over Zwarte Piet. Ik hoorde ook tot de groep die zei, joh, Zwarte Piet is nou helemaal zwart. En ik heb het vaker hier verteld in het vraagje in een andere moment. Op het moment dat ik mensen tegenkwam met een donkere huidskleur, die zeiden, kleine kinderen, ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat die Piet zwart is. Toen dacht ik, ja, dat is het laatste wat je wil bij het Sinterklaasfeest. Maar omgekeerd, als je nou zou afdwingen vanuit de overheid, die Piet mag nooit meer zwart zijn, en wij decreteren nu, Zwarte Piet mag niet meer, dan weet je dat je heel veel mensen die gewoon van die traditie houden, die toch aan het veranderen is over tijd. En over een aantal jaren zullen er bijna geen Pieten meer zwart zijn, is mijn verwachting. Het is een volkscultuur die verandert door de tijd, onder druk van het maatschappelijk debat. En mensen willen die pijn niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik heb geen zin om onder drang, terwijl ik totaal niet discrimineer of racistisch ben, gedwongen te zijn om dat symbool los te laten, wat ik nooit heb gezien als een discriminerend symbool. Dat maakt deze discussie zo genuanceerd en zo ingewikkeld. Dus ze komen dus de rechtsstaat en dan heb je hier ik ben nu aan de beurt en dan heb je hier een Akwasi die zegt bijna vermoord Zwarte Piet, schiet hem van de boot af, €500 voor degene die hem executeert en dan is het in één keer van het is aan het OM, hypocriet dat u bent. U bent de grootste hypocriet die hier rondloopt, hoe kunt u dat eens maar zeggen? En u weet ook dat die Akwasi, dat die niet wordt vervolgd omdat de officier van justitie, mag ik u dan vragen wat u daarvan vindt, dat de officier van justitie die het besluit nam om hem niet te vervolgen, jarenlang
Inclusief het moment op 1 juli dat Akwasi die uitspraak deed, met hem samen in het bestuur zat van een anti-racismeclub in Amsterdam. Dat is toch dikke, vette corruptie? Dat is toch smerige spelletjes? Dat is toch klassejustitie? Op 1 juli, toen de heer Akwasi de uitspraak deed van ik trap, als ik hem tegenkom, trap ik Sint of Zwarte Piet in zijn gezicht. Een dikke oproep tot geweld. Toen zat een vriend van hem, van Kick-Out Zwarte Piet, waarvoor hij is opgetreden, die zat samen met die officier van justitie in het discriminatiebureau van Amsterdam. En daarom werd hij niet vervolgd. Dat stinkt toch? Het zijn wel uw vriendjes allemaal van die antidiscriminatie linkse marxistische clubs, maar dat stinkt toch, meneer Klaver? U moet toch op zijn minst zeggen dat dat niet deugt? Voorzitter, meneer Klaver. Ik mag hopen, in alle eerlijkheid, dat antiracisme niet een links ding is. Toch, u zegt, ik ben ook tegen racisme en discriminatie. Gelukkig, dat is een universeel mensenrecht, daar moeten we met z'n allen voor zijn. He, dus eigenlijk zou ik is even wachten totdat u in het bestuur gaat zitten van een meldpunt discriminatie, want het is een gezamenlijke strijd die we met elkaar moeten voeren. Dus stop er alsjeblieft mee met dat wegzetten als dat is een linkse hobby, want dat zegt veel meer over u. Racisme is geen linkse hobby, dat is een mensenrecht dat we met z'n allen moeten verdedigen, om dat te voorkomen. En u zegt, dus omdat u vraagt mij nu te oordelen over waarom een officier van justitie tot een oordeel is gekomen. Dat kan ik niet. Het is ook helemaal niet mijn rol of mijn plaats om te gaan fantaseren met wie ze in het bestuur heeft gezeten, waar dan over is gesproken of hoe die relaties lopen. Dat is aan het OM. En dan nog één ding. U zegt tegen mij dat ik zeg het is terecht dat u bent veroordeeld. Ik heb helemaal niet gezegd dat het terecht is dat u bent veroordeeld. Dat is namelijk de hele kern, meneer Wilders. Daar ga ik niet over, daar gaat niemand hier over. Dat is aan het OM om dat te bepalen. Als een rechter een uitspraak doet, dan is dat aan de rechter, niet aan ons. En zo houden wij al een hele tijd onze samenleving gezond. Ik ben er trots op, als ik in het buitenland kom, om te kunnen vertellen dat ik met u hier in het parlement zit. Ja, dat kan in Nederland. Ik walg van uw ideeën, ik ben het er niet mee eens. Maar we delen in ieder geval een opvatting over rechtsstaat en democratie. En als u hier dan staat te betogen, te fulmineren tegen die rechtsstaat, zegt dat officieren van justitie niet deugen, niet te vertrouwen zijn, dat rechters corrupt zijn, dan maakt u meer kapot dan u lief is. Want u zegt daarmee tegen de rest van de samenleving, zie je wel, er is sprake van klassejustitie, jullie worden anders behandeld, je hoeft je er niet aan te houden als de politie je een aanwijzing geeft, als het OM iets zegt of als de rechter een uitspraak doet. Dat zijn basisprincipes van onze rechtsstaat. En u gooit ze weg vandaag met een gemak. Pas op met wat u weggooit, zeg ik. Pas op met wat u weggooit. Dat soort dingen. Ja, mevrouw de voorzitter, de collega van GroenLinks, de Klaver, draait er weer omheen. Hij draait er weer omheen. Ik heb allemaal verhalen over wat ik gezegd zou hebben. Het gaat er nu over wat de heer Akwasi heeft gezegd. Die u een paar maanden geleden ook nu nog steeds een woordkunstenaar noemt. Een woordkunstenaar. Het is toch te walgelijk voor woorden. De man heeft, ze wil mensen vermoorden, wil mensen executeren, wil een prijs op iemand zijn hoofd zetten. En dan zegt u, heel gemakkelijk, nou ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik blijf erbij, het is een woordkunstenaar. Dat is toch te ziek voor woorden. En dan zeg ik u dat die man, die crimineel, die gestoorde gek, want dat is het, dat die Sinterklaas wil vermoorden en de prijs op zijn hoofd wil zetten, dat die niet wordt vervolgd omdat een vriendje van hem in het bestuur zat met de officier van justitie. En dan zegt u in één keer, ik ga er niet over. Dan weet u wie de rechtsstaat kapot maakt. Weet u hoe het vertrouwen van de Nederlanders in de rechtsstaat wordt afgebrokkeld. Dat gebeurt door politici als u, die een crimineel een woordkunstenaar noemen, die een ogen sluiten voor handjeklap in een bestuur van een discriminatiebureau waar zijn vriendje met de officier zit. U, de vertegenwoordiger van...